Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Parlement start algemene politieke beschouwingen. En wet minimumloon wordt geëvalueerd. In de Nationale Assemblée is op maandag 31 oktober 2022 een aanvang gemaakt met de algemene politieke beschouwingen. Tijdens deze serie vergaderingen die voorafgaan aan de begrotingsbehandeling gaat het parlement in op de jaarrede van president Chandrika Prasad Santokhi zoals uitgesproken op 29 september jongstleden. Op de eerste dag zijn onder meer de fractieleiders Asis Kumar Gayadin, Melvin Bouva, Obed Kanapé, Gregory Rusland en Ronnie Asabina aan het woord gekomen. Kijkt u mee. We zijn hier voor de algemene politieke beschouwing. En meneer de voorzitter, ik ben blij dat de regeringstafel, de president, de vicepresident, de ministers hier aanwezig zijn. En wij APB starten. En ik moet zeggen dat ik start met gemengde gevoelens. Omdat we weten dat de APB een discussie is naar aanleiding van de gepresenteerde jaarrede, de documenten die ons bekend staan met betrekking tot MOP. Het is een plichtpleging. Een plicht jegens het electoraat die ons hier geplaatst heeft. Met de verwachting en anderzijds deel uitmakende van een coalitiefractie, geen oppositie, om alsmaar af te kraken wat je tegenkomt. Wij zijn hier voor kritische en zo nodig de juiste begeleiding vanuit de aspiraties van die samenleving. Voorzitter, via u, president, VP, regering, wij zijn nu beland in de tweede werkperiode van dit regeertermijn. In voetbaltermen, ja, voorzitter, playbal, VP playbal, ook de president heeft voetbal gespeeld hoor. In voetbaltermen zeggen we tweede speelperiode, tweede helft. En daarom zal de coach niet moeten twijfelen als er veranderingen gepleegd moeten worden. Anders winnen we die wedstrijd niet. Suriname wordt dan de verliezer. En dat is niet wat we willen. President, u hebt vaker aangegeven en ook aangekondigd. En ik denk dat het goed is dat niet alleen wijzigingen in het team gebracht moeten worden. Maar ook het spelpatroon moet ook gewijzigd worden. Want wij als partij wensen geen tegendoelpunten. We gaan voor Suriname en Suriname moet winnen. Voorzitter, we hebben de jaarrede van de president gehoord.
En de president heeft in zijn jari de welwillende geluiden, de welvolzinnige uit aangaande zijn wens tot de wording van een rechtvaardige, eerlijke en vredige samenleving. Op zich is er in deze sprake van goede intenties en voornemens, waarbij in feite de gemiddelde burger weinig kwaad over kan spreken. Natuurlijk past het in deze om enkele van de bereikte resultaten van de regering te noemen en ook, voorzitter, natuurlijk daarin mee te nemen de inspanningen van de vorige regering die zijn gedaan om deze mogelijk te maken. Ik noem, voorzitter, de wegen die zijn gerehabiliteerd en of geasfalteerd, enkele daarvan, want er zijn natuurlijk nog zoveel. Een aantal honderden gronden die zijn uitgegeven, maar als we luisteren naar de bijdrage van de collega van de VHP, weten we dat er hele grote uitdagingen daarbij zijn. Als we kijken naar de selectiviteit van de uitgifte van gronden aan weer wat we zien, friends and family. Maar daar komen we straks op. Ik hoop dat hij ook kritisch genoeg is om dicht bij hem te kijken, voorzitter. Omdat ook de oproep alleen niet moet zijn voor de VHP om ervoor te zorgen dat er meer transparantie komt. Maar ook voor de VHP en enkele exponenten daarvan, ook hier, voorzitter, om met hun vingers af te blijven van de gronden van mensen. Daarnaast zien we ook, voorzitter, dat we enkele roonrondes hebben gehad. Eerst 17, daarna 8%, dat afgezet tegen een jaarinflatie van ruim 60%. We hebben sociale uitkeringen gehad die ook intussen zijn achterhaald. We zien, voorzitter, dat er een aantal projecten zijn uitgevoerd om elektriciteit te brengen naar het binnenland. Ook een belangrijke zaak waar wij de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest door middel van zonnepanelen en stromend water in de districten. Eén waar ik zelf ook goed achter sta, voorzitter, is de financiering. We hopen dat verder te zien van ruim 700 hectare voor ananas export. Vandaag hier wederom bij de Algemene Politieke Beschouwing. Meneer de voorzitter, deze Algemene Politieke Beschouwing vanuit de ABOPEL-fractie willen we aanvangen met de statement: tijd en verandering zijn de grootste constanten. Wat wij beleven, wat wij ervaren, zijn allemaal slechts de consequenties van de keuzes die we maken en wat we daaruit leren. Maar de tijd en de veranderingen die er allemaal optreden terwijl we bezig zijn, die zullen er altijd zijn en die zijn er altijd ook geweest, meneer de voorzitter. De president stelt, meneer de voorzitter, deze regering kan vrij weinig doen aan invloeden van buitenaf. En noemde een paar voorbeelden en daarmee samenhangende internationale conflicten en sancties. Meneer de voorzitter, er zal een tijd moeten komen waar we accepteren dat die invloeden ook constanten zijn en zullen constanten blijven. Er zal een tijd moeten komen waar een keuze wordt gemaakt om alles dat invloed heeft op ons, onze samenleving, om die voor eens en voor altijd via onze eigen SWOT, via onze planningen, om te accepteren welke invloeden van buitenaf op ons komen, meneer de voorzitter, van organisaties waar wij deel van uitmaken, van conventies die we allemaal ondersteunen, van wetten, internationale wetgevingen en noem maar op. Meneer de voorzitter, wanneer wij hier zitten, iedereen die hier zit op dit moment of ergens op een kantoor bezig is, betekent dat wij geloven in de maakbaarheid van de samenleving. Het kan gemaakt worden. En niet alleen voor Suriname, we hebben gezien dat veel landen dat hebben gedaan door op een moment te kiezen voor, Jereno, die invloeden zijn er. Maar hoe sta ik tegenover deze invloeden? Hoe versterk ik mezelf tegenover deze invloeden? Hoe positioneer ik mezelf tegenover deze invloeden? En dat doe je middels beleid, nationaal beleid en buitenlands beleid, meneer de voorzitter. Wanneer wij hier voorbeelden moeten nemen van landen als bijvoorbeeld in Zweden die ooit eens heeft besloten, kijk, de computer is hier om te blijven en iedereen heeft toen toegang gekregen tot
de technologie. En van Zweden hebben we grote bedrijven als Ericsson, Spotify, IKEA, noem maar op. Maar ook landen als Thailand, die op een gegeven moment de keuze maakt. Dat lukodja tide na tide, nu moet het gebeuren, het is nu of nooit. Die invloeden zijn constanten. Wij onderkennen dat de regering al vanaf het begin met een groot dilemma geconfronteerd is geworden. Dat al vaker op diverse podia is belicht. Er hoeft daarover dus niet opnieuw een uiteenzetting in detail gegeven te worden. Het dilemma houdt echter wel stand en houdt in dat één in het verleden gevoerd financieel beleid aanleiding voor de huidige stringente maatregelen die een zware tol op de gemeenschap eist, terwijl de gemeenschap terugblikt op een periode waar alles zogenaamd of schijnbaar goed ging. Goed, omdat pakketten werden verdeeld. Goed, omdat nutstarieven onverantwoord hoog gesubsidieerd werden. Goed, omdat de wisselkoers die met geleende en zelfs soms met onterecht toegeëigende deviezen laag gehouden werd. Goed, omdat met geleende gelden zowel in ons land als in het buitenland allerlei bestedingen gedaan werden. En goed, omdat toen nooit aan de gemeenschap is voorgehouden dat aan dat beleid van brood en spelen uiteindelijk en zonder uitstel een eind zou moeten worden gebracht, omdat lenen op dezelfde voet voort te gaan niet meer mogelijk zou zijn. Vandaag zijn we als DNA bijeen, voorzitter, om te debatteren over de derde jaarrede van de regering Santokki-Brunswijk. Nadat de president, voorzitter, op 29 september jongstleden zulks heeft uitgesproken. Meneer de voorzitter, een jaarrede die qua inhoud, cachet, situatie en omstandigheden in belangrijke mate verschilt van de eerste en tweede jaarrede. Afgezien, voorzitter, van het feit dat bij de jaarrede over 2021 en 2022 de president geen voorzitter was van de CARICOM, de functie van een belangrijk ministerie als het ministerie van Planning, Financiën en Planning niet vakant was, is het opvallend dat de jaarrede over het begrotingsjaar 2023 de aanpak van armoede als hoogste prioriteit heeft, voorzitter. De regering gaat op een ander moment in op hetgeen naar voren is gebracht. Daarbij zal zij ook haar visie over de sociaal-maatschappelijke en financieel-economische ontwikkeling presenteren, inclusief de projecties van groei en stabiliteit. De werking van de wet minimumloon 2019 is aan evaluatie toe. In de wet staat aangegeven dat 2 jaren na de inwerkingtreding van de wet deze geëvalueerd moet worden. Minister Stephen McAndrew van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft daarom op vrijdag 28 oktober 2022 de commissie Evaluatie Wet Minimumloon geïnstalleerd onder leiding van de onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken Glenn Pirou. Bij deze gelegenheid heeft minister McAndrew de noodzaak van de evaluatie benadrukt die neerkomt op vaststelling van verbeterpunten voor het aanscherpen van de wet. Voorts heeft hij het belang van de wet voor ons land onderschreven. De wet beschermt volgens hem vooral werknemers die ongeschoold zijn of minimale scholing hebben genoten tegen uitbuiting. Tegen deze achtergrond beschouwt de bewindsman het minimumloon ook als een belangrijk instrument ter bestrijding van armoede in ons land. Het wettelijk vastgesteld algemeen minimumloon dient daarom volgens hem een minimale garantie te bieden aan werknemers om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De AWJ-minister keek daarom reikhalzend uit naar de bevindingen van de commissie die binnen 6 maanden aan hem gepresenteerd moeten worden. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.